Katie. Kom. Oeh, neem ook mee voor de geitjes. Die vinden het vast heel lekker. Nee, dat is gek, hè? Gewoon een gedachte die je vorig jaar hebt van, ah, volgend jaar op je. Hoe het dan uitziet, wie is weg, met wie ben je? Ben jij veranderd? Van toen naar nu? Behalve dat je een jaartje ouder bent? Ja, voor mijn optiek niet, maar wel veel geleerd qua bouwen. Ja. Jawel, nou, ik ben wel anders, denk ik. Ja? Ja. Wat is anders? Toch wel meer die emoties toegelaten. Ja. Echt meer dan een jaar. Ik zit hier ook echt bijna een anderhalf jaar. Maar vorig jaar de eerste paar dagen en soms een moment was van, wow, hoe ziet het volgend jaar eruit? En, ja, ben ik er volgend jaar oktober? Nu ben je er gewoon. Ik ben er nog steeds. Ja. En nu zie je dus wat je vorig jaar dacht, dat is nu. Moet je kijken waar overal je handen in hebben gezeten. Waar heeft jouw hand niet in gezeten? Chalet daar. Ja, wat die, ook is. Die vier palen bedoel je. Ja, die nog steeds niet weg is. Boot. Zoals met de tent heb ik een heel klein beetje geholpen, maar die tel ik niet. Echt bijna alles wel. Ja, vet man. Maar dat doe ik. Ik had veel te druk met allemaal dingen leren van mensen. Ja, kikken. Ik vind het echt wel tof om nog steeds hier te zijn. Mm. Heb je nog steeds naar je zin? Ja. Oh. Zo. Maar ik merkte wel, dat echt met die stemmingen, dan heb je een beetje dat oud zeer. Van mensen die dichtbij staan, die opeens vertrekken. Dat eigenlijk, dat, daar ga je niet aan kunnen wennen en dat blijft gewoon heel vervelend. Mm. Ja. Ja, maar op een gegeven moment ook wel gek was. Bijvoorbeeld dat jij misschien weg bent, dan deel misschien weggaat, noem maar op. Katie gaat op een gegeven moment ook weg. Misschien ben ik wel eerder weg dan Katie. Ja, weet je, Bren, weet je wat het is? Kijk, ik weet niet. Ik kan een spel spelen, want ik weet heel goed hoe dat moet. Heel goed. Ik weet nog niet of het nodig is. Maar voor als het er nu zo uitziet en ik ga het niet doen, dan kan ik het al bijna een beetje voor je uittekenen wat er allemaal gaat gebeuren. Of er moet nog een plot twist komen. Ja, joh. Helemaal prima. Ja, echt? Ja, joh. Mensen laten zich zien, hè? Ja. En ik ook. Ik ben niet binnengekomen om mezelf te zijn en iets moois neer te zetten. Ik ben niet binnengekomen voor een finale spel vies te gaan spelen. Nee. Gewoon lekker te genieten van deze plek. Dat er gewoon een wild... Of dat een zwijntje hier lekker rondloopt. Kijk eens hier. Te neuzelen. Kijk dan. Dan hebben we een muziekstudio hebben gebouwd om een boom heen. Ja, dik. Een boot hier hebben staan. Een watersilo. Noem maar op. Nou, de plek is veel te mooi om de laatste tijd eigenlijk nog van te genieten. Dan met modder te gaan gooien. En dan vergeet je even
hoe tof die ook is en hoe mooi nou, het eruit vandaag, ziet. Ik zeg heel eerlijk, Bren. Ik dacht echt van, what the fuck is mis met deze vrouw? Lex. Chanel. Nee, ja ook. Weet je, Merel kwam het allemaal zo mooi vertellen en verdraaien. Ik hou daar niet van. Als ik, als die mail niet binnen was gekomen, had ze dus gewoon precies niks tegen me gezegd. Ja. En daar wringt bij mij die schoen. Dat vind ik gewoon lelijk. Dat vind ik gewoon vies. Maar daarom wil ik Christ ook zeggen, ga dat gesprek aan. Ja, maar ik heb er precies niks aan gehad. Dat is heel erg egocentrisch is. Heel egoïstisch. Bam, man. Hier. Lekkere wijfie. Ja. Het is hier één grote snackhoek. Zo. Moet je nagaan, die wilde zwijnen in het bos, die hebben het goed, hè? Zo. Kunnen de hele dag, dagen door vreten. Mm-hmm. Lekker wijfie. Maar ze krijgen ook een bolle toet, hè? Ja, dus misschien moet ze ook wel dikker worden, want als het straks koud is, dan moet ze wel een speklaagje hebben, toch? Kom dan. Ja, ze lopen ook in de natuur rond, dus. Kijk die wijfie. Er ligt genoeg, maar ik heb ze ook hier in mijn hand. Het is alleen echte lekkere nootjes. Of eikeltjes. Mijn klompen zijn echt dik geworden. Ja, ik zeg het. Ik ben leuk, hè? Mijn zijn gewoon lekker basic, maar wel. Ik vind ze tof. Wat heb je zwart. Over Tessen. Ja. Tess. Ja, maar Katie ga ik ook missen. Varkentje. En dat kwispeltje. Tja. Dat is weer een lekker nootje. Katie. Ja, wat ik net ook zag, dat dacht ik ook van. Wauwie. Dat zei Jordi ook. Ja, dat is best wel een hoog punt. Dan opeens je excuus aanbieden, ja, dat is wel. Ja? Gek. Moest het naar de maaltijd? Ja, excuus komt sowieso altijd te laat, denk ik. Ja. Ja, en sowieso, weet je, ik zeg ook hier een paar keer gezegd van spijt moet je niet hebben. Nee, dat had je niet moeten doen. Nee, dan had je het niet moeten doen, inderdaad. Waarschijnlijk was het op dat moment was dat de beste keuze die je hebt kunnen maken. En dan kan je er achteraf op terugkomen, maar geen spijt hebben. Dat is gewoon een leermoment, dat je het volgende keer dat je het niet meer doet. Ja. Stel als ik een raam eruit schop, eerst met mijn grote mond. Ja, kan, nou, spijt heb ik niet, maar ik kan wel excuses aanbieden. En gewoon denken, ah, dit is best wel stom geweest. Ja. Maar spijt, nee. Zullen we naar de geitjes gaan? Ja, een paar extra eikeltjes. Lekker ding. Oeh, deze is mooi voor jou, Katie. Kijk hier. Voor jou. Hoef je hem niet. Oh, thank you, thank you. Wel, hè? Ja. Zo, ligt me ook veel. Een paar kleintjes voor Yves. Maar dat lijkt me ook leuk, hè? Als dan die buiten kennen, die geitje toe gaat. Ja, dat uit. Zie je herkennen. Lucy! Lucy! Kost... Annie! Annie Benali! Oeps, sorry. Dit is mijn drugs. Ja, dit joh. Mijn medicijnen. Echt, ik gun jou die titel zo hard, joh. Echt waar. Sommige mensen denk ik echt van fake ass. Ja. Echt. Het gewoon zonde. Sommigen zijn nu heel erg gefixeerd op een titel. Ik denk van jongens, maar besef ook nog even waar je bent en geniet er ook van. Mm-hmm.
geitje. Oh, hier kun je gewoon lekker naar de geitjes toe lopen en luiken ze geven. En geniet. Kom maar. Arnie. Lucy, geef je dochter ook gunnen wat. Anna, kom eens. Oh, doe jij Arnie? Kom voor jezelf op. Heel goed. Kom maar. Als je zelf in de buurt blijft hangen, vriendin, dan kom. On top of the world. Heel goed. Ik heb genoeg. Het is op, meiden. Het is op. Moet ik nog meer halen? Ja, ik heb ook nog wat in mijn zak. Hè? Ik heb ook nog wat in mijn zak. Ja? Het is op, kijk daar. Oeh, lekker, lekker. Hallo, Yves. Hup, 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 hup. Lief doen. Heel goed. Kijk, ik krijg Anna ook. En ik krijg mama weer. Ik krijg de kleine weer. Oeh. Kijk, Arnie. Arnie is echt gewoon het bordje, of hoe noem je dat, sukkeltje van de groep. Arnie. Yum, yum, yum. Oh, ja, lik hem. Doe maar niet. Mooi, Luus blijf ik gewoon netjes staan zo. Annie! Op! Nee, meer heb ik niet. Dik kan niet meer over de hek heen. Nee, echt zielig. Maat, kan ik je even helpen? Nou, dan niet. Met zijn ene veer op zijn kont. Dit is gewoon karma. Elke keer dat hij gemeen heeft gedaan, heeft hij een veer verloren. Ah. Dat is karma. Hij heeft er nog eentje over. Dat is best een reserve. Merel,